Hallo allemaal, welkom bij deze video. Mijn naam is Dieter, ik ben analist en belegger. En in deze update-video wil ik met jullie hebben over de drie corona-bestendige aandelen die ik voor jullie besproken had op 24 maart 2020. Deze drie aandelen waren Facebook, Alphabet en Electronic Arts. En op de drie aandelen is er momenteel een mooie winst. Vandaar deze update-video. Laten we dus beginnen bij het begin. Facebook was een van de aandelen die ik had aangeraden als corona-bestendig. De belangrijkste redenen waren omdat Facebook eigenlijk een monopoliepositie heeft binnen de sociale media. Ik verwachtte dat sociale media meer en meer gebruikt zou worden tijdens de lockdown. En ik verwachtte dus ook dat Facebook een sterke stijging zou zien van het dagelijks aantal gebruikers. Want nu mensen face-to-face elkaar minder gaan zien, gaan ze eigenlijk verschuiven richting sociale media om toch een vorm van sociaal contact te hebben. En uiteraard verwachtte ik ook dat de omzet bij Facebook wel onder druk zou staan door minder advertentieinkomsten. Maar het stijgend aantal gebruikers en de verschuiving van traditionele advertenties naar online advertenties spelen natuurlijk wel in het voordeel van Facebook. Ik had het aandeel dus aangeraden aan $148. En zoals je hier kan zien, is het aandeel ondertussen eigenlijk hersteld naar de toppen van begin dit jaar. Het aandeel heeft even zelfs $215 gestaan, maar ondertussen zie je dat er dus winst wordt genomen. Ik ga even met u de resultaten overlopen over het eerste kwartaal. Over het eerste kwartaal van 2020 zag Facebook een omzetgroei van 18% tot $17,7 miljard. De vrije kasstroom bereikte $7,4 miljard. En er waren 11% meer dagelijkse gebruikers op de Facebook-website of op de Facebook-app. In totaal goed voor 1,7 miljard mensen. Kortom, dat zijn zeer sterke cijfers en het aandeel werd daarom dus ook beloond op de beurs. Vervolgens komen we bij Alphabet. Alphabet had ik aangeraden aan $1054. Dat was eigenlijk bijna de bodem. Het aandeel is even gegaan naar $1053. En is sindsdien eigenlijk hersteld naar $1400. En is nu even gedaald naar $1348. Goed voor een winst van 28%. Nu, ik heb toen gezegd, Alphabet kan net zoals Facebook profiteren van meer mensen die online naar content gaan zoeken en ook gaan surfen. En natuurlijk verschuiven steeds meer traditionele advertentiedollars naar de sociale media en ook naar het internet. En Alphabet kan daar dus perfect van profiteren. Kijken we naar de cijfers over het eerste kwartaal van Alphabet, dan zien we eigenlijk zeer stevige resultaten die eigenlijk aantonen gewoon dat het bedrijf nog steeds gezond is en relevant op lange termijn. En dat is eigenlijk het enigste waar beleggers momenteel naar kijken. De omzet steeg met 13% tot $41 miljard. De operationele inkomsten bedroegen $8 miljard. Kleine daling van min 3,6%. Dat is ook logisch. Door de COVID-19-uitbraak vanaf maart begonnen de inkomsten wat te dalen. De vrije kasstroom bedroeg $5,4 miljard. En de cashpositie dikte aan tot $117 miljard. Kortom, Google doet het nog steeds goed. En opvallend was ook hoe sterk de resultaten waren van YouTube. Wat duidelijk aantoont dat er steeds meer mensen naar YouTube trekken voor content te consumeren. Tot slot komen we bij Electronic Arts. Electronic Arts, de Amerikaanse gaminggigant, had ik aangeraden aan $95. Ondertussen is het aandeel hersteld naar $116. Het is trouwens een van de weinige aandelen op de beurs dat boven zijn koers staat van eind 2019. En dat geeft ook aan dat de gamingsector bijzonder goed aan het boeren is momenteel. Dat men recordwinsten boekt. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat mensen in lockdown zitten en meer kunnen gamen. Over het vierde kwartaal van fiscaal 2020 boekte EA een operationele kasstroom van $498 miljoen. Men kocht 2,7 miljoen eigen aandelen in en de omzet steeg met 12% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder tot $1,3 miljard. Over het hele fiscale jaar, dat eindigde op 31 maart 2020, boekte men een omzet van $5,5 miljard plus 11% en de operationele kasstroom bedroeg $1,8 miljard plus 16%. Val 20 kende meer dan 25 miljoen spelers. Met een NFL bereikte zijn hoogste activiteit van spelers ooit in de geschiedenis van de franchise. Apex Legends was het meest gedownloade gratis spel op de PlayStation App Store in 2019. En Star Wars Jedi Fallen Order had meer dan 10 miljoen unieke spelers.
En ieder kwartaal van fiscaal 2020 had The Sims 4 meer maandelijks actieve spelers dan in het voorbijgaande jaar. Kortom, bijna alle top franchises van Electronic Arts doen het zeer goed. En nu dat iedereen in lockdown zit, wordt er zeer veel gegamed. En dat zorgt dus voor sterke resultaten en ook sterke verwachtingen voor fiscaal 2021. Dat is het huidige boekjaar. Men verwacht een omzet van 5,2 miljard dollar, een netto-winst van bijna 1 miljard dollar en een operationele kasstroom van 1,5 miljard dollar. In onze opinie verandert er momenteel niets. Zowel Facebook, Google als Electronic Arts zijn minstens te behouden. De aandelen zijn zeker in het oog te houden om te kopen op koerszwakte. Het zijn drie fundamenteel sterke bedrijven, volgens mij, die op lange termijn zeker niet slecht gaan presteren. Gewoon omdat ze zo'n stevig bedrijfsmodel hebben en zoveel cash genereren. Bedankt om te kijken naar deze video. Blijf veilig en tot de volgende keer.